Hoofdstuk 5. Het verhaal van Terry. Als we weer in de keuken zijn, detecteert onze automatische marshmallowmachine dat we honger hebben en schiet marshmallows af recht in onze mond. Dus, zegt Terry met een mond vol marshmallows, welk verhaal was je onze lezers aan het vertellen toen ik je onderbrak? Ik vertelde ze hoe wij elkaar hebben leren kennen, zeg ik. Oh, ik ben gek op dat verhaal, zegt Terry. We waren allebei verdwaald in het bos. En toen kwamen we elkaar tegen en daarna vonden we dat huisje van peperkoek. En toen begonnen we ervan te eten en er kwam een lief oud dametje naar binnen en die zei dat we binnen mochten komen. Hallo jongens. En toen stopte ze je in een kool om je vet te mesten, want ze wilde je opeten. En eigenlijk vind ik dat nu ik erover nadenk helemaal niet zo aardig van dat lieve oude dametje. Dus toen duwde ik haar in de oven. En eigenlijk vind ik dat, nu ik erover nadenk, helemaal niet zo aardig van mezelf, maar Terry, zeg ik. Dat is niet het verhaal over hoe wij elkaar leerden kennen. Dat is Hans en Grietje. Dat is een sprookje. Weet je nog dat ik zei dat Terry af en toe een beetje vermoeiend kan zijn? Dit is daar dus een voorbeeld van. Terry fronst. Hij ziet er verward uit. Och, ja, sorry, zegt hij. Nu weet ik het weer. Ik was eten aan het brengen naar mijn zieke oma. Toen kwam ik jou tegen in het bos. Je had hele grote ogen en grote tanden. En in die tijd was je ook helemaal bedekt met haar. Later had je je nog als mijn oma verkleed. Ik begrijp nog steeds niet waarom je dat deed. Maar dat deed ik helemaal niet, zeg ik. En zo wil ik haar ook niet leren kennen. Dat is goed kapje. Terry slaat tegen zijn hoofd. Is dat zo? Oh ja, natuurlijk. Sorry, Annie. Hoe kon ik zo dom zijn? Wacht, ik weet het weer. Er was een kasteel en we ontmoetten elkaar tijdens een bal. En we dansten. Toen de klok 12 keer sloeg, rende jij ervandoor. Maar je verloor een van je glazen muiltjes. Ik liep overal naar je te zoeken. Ik zocht het hele koninkrijk af. Maar, Terry, roep ik, het lijkt er niet eens op. Dat is assenpoester. Terry haalt zijn schouders op. Dan weet ik het ook niet meer. Ik heb geen idee hoe we elkaar hebben leren kennen. Luister, zeg ik. Als je belooft dat je je mond houdt tijdens de volgende 21 bladzijden, dan zal ik het je vertellen. Oké, zegt Terry, ik beloof het. Er was eens, in een land hier ver vandaan, een hele grote stad. En in die hele grote stad stond een hele hoge toren. En bovenin die toren was een appartement. En in dat appartement woonde een verschrikkelijk eenzaam jongetje. Dat jongetje was zo eenzaam omdat hij geen vrienden had. En de reden dat hij geen vrienden had, was dat zijn ouders vonden dat vrienden te gevaarlijk waren. Eigenlijk vonden ze alles te gevaarlijk. Het jongetje mocht nooit uit het appartement. Het is voor je eigen bestwil, liefje. Hij woonde in een kamer met zachte kussens aan de muur. Hij sliep in een zacht niet-eruitvalbed. En hij zat in een zachte niet-eruitvalstoel die voor de zekerheid uitgerust was met extra airbags en een gordel. Hij mocht niet naar de televisie kijken. Nee. Dat is niet goed voor je ogen, liefje. Hij mocht niet op de computer spelen. Veel te veel elektromagnetische straling, liefje. En hij mocht niet met speelgoed of andere soorten spellen spelen.
Veel te veel kans op opwinding, liefje. Het enige waarmee hij zich kon vermaken waren de boeken met afgeronde hoeken die zijn ouders voor hem hadden uitgekozen. Deze boeken bevatten geen schadelijke ideeën, geen personages die gevaarlijke dingen deden en geen verhalen over gevaarlijke of mogelijk gevaarlijke situaties. Wat er dus op neerkwam dat ze vrijwel niks bevatten. Het eenzame jongetje mocht niet eens gewoon voedsel eten. Zijn ouders prakten en pureerden al zijn maaltijden, om er zeker van te zijn dat hij niet ziekte. En ze zetten het koud op tafel, om er zeker van te zijn dat hij zich er niet aan verbrandde. Tenminste, dat deden ze tot aan de dag dat ze besloten dat zelfs koud gepraakt eten te veel risico's met zich meebracht. Vanaf dat moment legden ze het jongetje aan een infuus. En alsof dat niet genoeg was, zetten zijn ouders hun appartement vol met elk veiligheidsalarm dat ze konden vinden. Er waren brandalarms, wateralarms, inbreekalarms, spinnenalarms, tijgeralarms, vampieralarms, vals-alarm-alarms en vals-alarm-alarm-alarms. Ze hadden het jongetje ook nog eens uitgerust met een automatische opblaas-noodonderbroek, voor het geval dat hij ooit in het water zou vallen. U kunt hem ook handmatig bedienen door aan het koordje van de voorkant te trekken. Nu denk je misschien dat een automatische opblaas-noodonderbroek een belachelijk idee is, aangezien het jongetje het appartement niet mocht verlaten. Maar dan heb je het mis. Want uiteindelijk zou blijken dat die onderbroek het leven van het jongetje redde. Op een nacht, toen iedereen sliep, raakte een stekkerdoos met veel te veel veiligheidsapparatuur oververhit en vloog in brand. Het jongetje werd wakker door het brandalarm. Hij stapte uit bed en rende naar de deur. Maar zijn weg was afgesloten door rook en vlammen. Hij rende naar het raam, maar dat zat natuurlijk ook op slot. En dus pakte het jongetje zijn veiligheidsstoel, gooide hem naar het raam en sloeg er een gat in. Daarna klom hij door het gebroken raam en ging op een richel aan de buitenkant van het gebouw staan. Dit was veruit de gevaarlijkste situatie waarin het jongetje zich ooit had bevonden. Dat wil zeggen, het was eigenlijk de enige gevaarlijke situatie waarin hij zich ooit had bevonden. Hij keek naar de straat onder zich, ver onder zich. Hij keek achter zich aan, naar zijn slaapkamer, die nu helemaal in brand stond. Hij wist dat het extreem gevaarlijk was om van de bovenste verdieping van een enorm hoge appartemententoren af te springen. Maar hij wist ook dat in een brandend appartement blijven net zo extreem gevaarlijk was. Misschien wel extremer gevaarlijk dan van de bovenste verdieping van een enorm hoge appartemententoren springen. En dus sprong hij. Help! Stop! Sst! Andy! Het jongetje viel naar beneden. Naar beneden, naar beneden. Maar hij landde niet op de grond. Ai! Hij landde op een boom en stuiterde toen van die boom af. Tegen een andere boom. En toen stuiterde hij ook van die boom af. Tegen een andere boom. Boink. En toen raakte hij nog een paar bomen. Boink, kloink, klap. Tot had hij met een enorme plons in de dichtstbijzijnde rivier belanden. Plons! Het jongetje kon niet zwemmen, maar zodra hij het water raakte, werd zijn automatische opblaasnoodonderbroek geactiveerd en het jongetje dreef weg. Ploef! De rivier af en uiteindelijk ver weg naar de zee. Ging het goed met hem? Zegt Terry. Ja, eigenlijk wel, zeg ik. Want toen redde ik jou met mijn trapbootje. Mij? Zegt Terry.
Ja, want jij was die jongen uit het verhaal. Echt? Ja, nu herinner ik het me. Dat was ik inderdaad. Natuurlijk! Ik was het de hele tijd al. Maar wat deed jij daar in een trapbootje? Nou, zeg ik, dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Is het een lang verhaal? Behoorlijk. Kunnen we niet eerst een ijsje gaan halen? Goed idee, zeg ik. We gaan even langs bij Edward Schephand.